Natuurlijk Bezos en Bukhari, Kums, Vadis en Torsh. De week zeker en vast een goede indruk heeft nagelaten wel die staan. En wat de situatie van de Poitre betreft, is druk met de groep aan het trainen. De ene dag gaat het al wat beter dan de andere. Hier ligt het open voor Vadis. Vadis geeft hem mee bij Bukhari. De redding van Bostin. Ja, Gent zit echt wel lekker in de wedstrijd. Nog niet afgelopen. Bezos opnieuw richting Bukhari. Van Zultenwaregem. Het begon achterin. En dan Kums met het overzicht. Tuurlijk wel schitterende paas. In de richting van Vadis. Hier Bukhari niet voorbij. Bostin. Dan bleef het maar gevaarlijk. Opare kan oprapen. Nog voldoende mensen in de box. De laag van Opare. En dan weg is weg. Opletten voor buitenspel. Hij is erdoor. En Bolat houdt Gent recht. Ja, het uitvoetballen van Dorsch. Dat ging een beetje de mist in. En dan Bruno natuurlijk. Dorsch, Vadis, als hij hem kan geven. Jawel, dat lukt voortreffelijk. En nu passen naar Bukhari. Bukhari, nee, opnieuw geen goal. En ook in tweede instantie niet. Bostin moet daar opnieuw Zultenwaregem recht houden. En Bukhari, doeg. In de eerste 15 minuten. Dit is knap natuurlijk van Vadis. Die ultieme inspanning. En dan onmiddellijk voortrekken richting Bukhari. Perfect gegeven natuurlijk. Voor de vrije trap van Zultenwaregem. Daar komt hij. Wordt het de bok? Nee. Over de muur en hij gaat erin. Het is 0-1 voor Zultenwaregem. Schitterende vrije trap. Een bol had geen verhaal. 0 tegen 1 vlak voor het half uur. Dat was even nog kijken. De bok of toch Govea? Wel, Govea. En dan gewoon recht toe recht aan. Bolat, ja, die zag hem gewoon binnen dwarrelen. Met de linker of de rechter. Nog steeds, het kan naar Sek, maar hij doet het helemaal in zijn eentje. En dan de kopbal en de 0-2. Sorry, brengt Zultenwaregem op 0-2. Bolat ging nog naar die bal, maar uitstekend binnengekopt. Vlak voor de rust, maar de voorbereiding uitstekend natuurlijk. En dan de assist ook. Ja, en kijk, Bolat metertje voor zijn kooi. En Strarfi deed het gewoon helemaal in zijn eentje. Echt wel klasse van Strarfi. En dan ook nog weten waar hij die bal moest brengen en leggen. Dus nog 3 minuten voor AA Gent om die al zo belangrijke aansluitingstreffer te maken. Naar de trap nog. Dat is, daar is Nyangbo, Nyangbo. Eerste poging op doel. De man van Pilsen heeft daar samen met Kermenchik in de aanval gespeeld. Wordt voor één seizoen gehuurd. Sorry, hebben wel een aankoopoptie bedongen. 9 minuten nog op de klok. Vrije trap met Govea. En binnengekopt. Het wordt zelfs nog erger voor Gent met Jelle Vossen die voor een 0-3 zorgt. Pijnlijke avond in de Gelamco Arena voor de Buffalo's. Een vrije trap. Govea opnieuw in een belangrijke rol. Durend op de bank zet. Nog eens de vrije trap. En dan ja. Staalhard binnengekopt in Urio. Die kwam er niet aan te pas, die kwam vooral te laat. En geen reactie bij Bolat. Van dichtbij binnen gebuffeld door Jelle Vossen. Bostin kan de bal opnieuw in het spel brengen. En dan Bruno, Bruno, Bruno. Kan hij nog trappen? Nee, dat duurt te lang. Bruno en het zijn het. Nou, Vossen is een beetje kwaad dat hij die bal niet kreeg. Heel snel, excuseert. Ja, de bal onder controle krijgen, dat was in deze moeilijk voor
En nu is het afgelopen. Boucault heeft er genoeg van. 0 tegen 3. De eindstand hier in de Gelamco Arena. 3 belangrijke punten voor Durie en de zijnen.